Goedemiddag is het intussen. Het is vrijdag 25 oktober 2019. En het weer begint steeds meer op te klaren. Het was bewolkt vanmorgen, maar het klaart steeds meer op. En wij zijn een wandeltochtje aan het maken rondom de Hintersteinenzee. En het is een meertje dat ligt boven bij Scheffouw. Wat een klein beetje een nadeel is van de Hintersteinenzee, is dat het een privaat eigendom is. Dus eigenlijk al het gebied om het meer heen is privé bezit. Er zijn maar weinig plekken waar je zeg maar het water in zou kunnen om te gaan zwemmen. Helemaal aan het begin, waar we straks weer naar de ronde uitkomen, daar hebben we een soort openbaar zwembad waar je dus tegen betaling wel zou kunnen zwemmen. Maar de rest van de hele kust wil ik het niet noemen, maar de randen van het meer is allemaal privébezit. En dan kom je hier in het woud, kom je omgehoede grond tegen. Nou, en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? Daar staan ze. Een stel varkens. In de beschutting van het riet hebben we hier in het water een hele school met, zo te zien, forellen. Ik denk dat het forellen zijn. Ik ben niet zo'n viskenner. Dan kan je mooi over het hele meer heen kijken. En met op de achtergrond de Wilde Keizer. Is dit weer een schilderachtig plaatje? Zo, nou, wij hebben de ronde om de Hintersteinenzee volbracht. 5,3 kilometer. En het meer wordt eigenlijk afgesloten met een klein stuwdammetje. Nou, we hebben weer een mooie dag gehad. Het zonnetje kwam er lekker bij. Het is echt een leuke ronde om even lekker je hoofd leeg te maken rondom het meer. Nou, dit was het weer voor vandaag. De groeten.